Sven, je ziet er al behoorlijk opgedroogd uit, maar het is wel wat geweest. Vooral in de tweede helft. Beschrijf eens hoe moeilijk het was om te voetballen. Ik denk dat iedereen dat heeft gezien, hè, dat het onmogelijk was om te voetballen. Ik denk, eigenlijk wil je wel voetballen en probeer dat ook, maar eigenlijk is het gewoon geen goed idee. Je kan beter gewoon de bal naar voren knallen en hopen dat hij goed valt, want de bal bleef constant steken en ik kan moeilijk nog over voetballen spreken. Op de flanken ging het nog een beetje, denk ik, maar zeker centraal, waar jij ook liep natuurlijk, daar was het echt moeilijk, hè? Ja, daar was het eigenlijk onmogelijk. Elke bal die je door het centrum wou spelen bleef steken, dus dat was geen goed idee. En op de flank inderdaad ging het wel. Het probleem is alleen als je de bal, als je iemand vrij ziet staan in het midden, dan probeer je die natuurlijk in te spelen. En dat is op dit veld geen goed idee. Best wel jammer, want hadden jullie de lijn kunnen doortrekken van het grootste deel van de eerste helft, ja, dan zat er wel meer in dan 1-1, denk ik. Ja, dat gevoel hadden wij ook, denk ik. Ik denk dat zij de eerste helft eigenlijk één kans hebben, vrij efficiënt zijn. Dat we dan goed terugkomen, goede reactie daarna, direct 1-1 maken. En dat we net voor de rust toch nog een heel grote kans hebben om 2-1 voor te staan. Ik denk als we de rust in kunnen gaan met 2-1 voorsprong op zo'n veld, dat ze ook niet terugkomen en dat we dan met een voorsprong naar daar kunnen. Inderdaad, in de rust hadden we het gevoel dat we de tweede helft naar onze supporters toe konden doorduwen. Dat we dan nog kansen gingen creëren, maar dat heeft het veld moeilijker gemaakt. Die heel grote kans waar je het over hebt, kort voor de rust, dat was die van Hong. Het was misschien wel moeilijker dan het leek, hè? Zeker op dit veld. Ja, maar ik zeg niet dat het makkelijk was voor hem of zo, maar het was wel een grote kans. Ik denk inderdaad met het veld dat hij wel een beetje doorglijdt. Maar jammer voor ons dat die kans er niet in ging. Met welk gevoel ga je naar Istanbul volgende week? Ja, ik denk dat onze kansen nog open zijn. Hè. Laat ons hopen dat we daar een goed veld hebben, dat we daar wel kunnen voetballen en dat we daar ook dominant proberen te zijn. Want ik denk dat we dat wel de eerste helft best wel waren. En dat we dat tweede helft hadden doortrekken, maar we zullen het daar moeten doortrekken dan. Heb je het weerbericht al gecheckt? Ik heb nog niet gecheckt, nee. Is slecht misschien? Ik heb geen idee. Okay. We zien wel. Tot volgende week. Ja, okay. Ciao.